There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u het geluid daar? Jazeker. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Ik ga nu naar huis. Ik kom net van school, dus ja. Wat voor school heb je gedaan? Rijn-IJssel. En ja, ik doe daar business and management. Laatste jaar, dus nu... ja, het is nu 3:15, dus mooie tijd. Maar ga je naar huis? Nu naar huis? Ja, ik ga nu naar huis. Oké, okay, en huis is in Arnhem? Of? Nee, ik woon helemaal in Bennekom. Dat is helemaal in Bennekom? Ja, bij Ede? Ja, ja, bij Ede. Ja. Maar alsnog is dat wel fijn rijden. Hé, hey, ik hoor iets en een accent. Iets, Piet. Waar kom jij vandaan? Waar ik vandaan kom? Misschien een schatting. Nou, ik vind het moeilijk. Want ik, moeilijk? Ik jou, moeilijk eens. Maar ben je in Nederland geboren? Nee. Dat dacht ik al. Ik kom uit Polen. Meen je niet? Zeker. Oké. Okay. Ik woon al 11 jaar hier. 11 jaar. Nee, maar ik hoor gewoon een algemeen beschaafd Nederlands. Zeker, hoor. Zeker. Maar ik hoor een soort... Heel klein beetje. Beetje Engels ook een beetje of zo. Ja, ja. Ik praat ook veel vaker nu Engels. Ook omdat ik game veel. En dan praat je met andere mensen. En dan hoor je het nog wel. Je woont bij je ouders nog? Ja, zeker. Maar dit is het laatste jaartje. En dan ga ik daarna HBO doen. Dus dan ga ik ook uit huis. Want dan wil je naar een andere stad toe? En dan ja, zeker. En dan is het ook... ja, je wilt ook zelfstandig zijn, hè? Je wilt weg ook uit huis, heb je eigen ruimte. Ja, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 20. Oké, okay. Heb je rijbewijs? Jazeker, tuurlijk. Nee, maar jouw vader is Pools of je moeder? Allebei. En hoe zijn die in Nederland terechtgekomen dan? Ja, vliegen? Nee. Dat was nog de tijd, dat was in 2006. Maar ze kwamen allebei met bus. Ja, mijn pa kwam dan hier met de auto en mijn moeder later. En waarom zijn ze deze kant op? Voor werk. Okay. En daarna had ze ons hier naartoe gehaald, omdat ze zagen dat er meer mogelijkheden hier waren dan in Polen. Dus, okay. Ja, wat is je vader gaan doen? Mijn vader heeft een klussenbedrijf. Zijn baas heeft daarbij geholpen, alles opzetten en et cetera. En mijn moeder is zeg maar een leidinggevende bij een schoonmaakbedrijf. Okay. En allebei tevreden? Wel, hebben het naar zeker, zin? Ja. Zeker, zeker. Wat gaaf. En heb je nog broers en zussen? Ja, ik heb een broer en een zus. En jij bent de oudste, de jongste? Nee, ik ben de jongste, ja. Dat zijn de beste? Nee, ja, zeker, ja. Bij mij, zeg maar, bij mij is het minder streng allemaal. Maar, ja, die hebben al een beetje, je hebt al een voorbeeld. Ja, ik heb het allemaal wel gezien van hen, dus... Ik zag je zo lopen, ik denk, wat wil je later worden? Wat ik later wil worden? Ik wil later een eigen bedrijf opstarten, meneer. En wat voor bedrijf? Ik wil sowieso in de service gaan zitten, dus diensten. Want daar gaan we eigenlijk nu naartoe. En die opleiding ben je nu ook aan het volgen? Ja, business and management. En daarna iets in de HBO, ik denk misschien productontwikkeling, zoiets. De bril heb je er al voor. Ja, u ook. Is een mooie, ja, dankjewel, maar je hebt een mooie bril. Hey, sporten doe je volgens mij ook? Sporten, ja, ik ga tegenwoordig fitnessen. Drie keer in de week doe ik dat. Maar, heb je vroeger gedaan toen je jong was? Karate en voetbal. Karate. Maar doe je er nog iets mee of niet meer? Karate? Nee, niet meer. Maar, had je wel een band ook en zo? Ja, ik had een groen band. Dus ja. Ja, maar dat is wel een mooi sport. Ja, zeker. Het is ook karate is vooral zelfverdediging. Ja, ja. En wij leerden zelfverdediging met de open hand. Dus niet met gesloten hand. Nee. Is aanvallend. Ja, ja. En open hand is verdedigend. Maar nu doe je een beetje fitness? Ja, een heel klein beetje. Maar te weinig sport? Ik denk dat het wel te weinig is voor mezelf, omdat ik ook, maar ik ben druk met school, dus vandaar. Ga je dan ook minder uit of ga je helemaal niet uit? Ik ga heel weinig uit. Ik vind het niet zoveel aan uitgaan. Dus, kost ook een hoop geld, hè? Ja, maar ik heb mijn rijbewijs, dus ik heb het zo slim aangepakt dat ik taxichauffeur speel voor mijn vrienden. En, en dan ben je de Bob? Ja, ik ben de Bob. Hou je dan, lust je wel alcohol? Of? Ja, ik ben Pools, dus natuurlijk lust ik alcohol. Oh, ja, sterke drank. Zeker. Maar goed, dan kun je rijden en dan hoef je niet te drinken. Nee. Dan mag je ook niet drinken. Ja, ja. Ik hoef niet per se, want als ik echt uitga, dan ga ik naar grote clubs of echt feesten. Dan kom je laat thuis en als je dan ook nog veel drinkt, dan Ik rij liever gewoon mijn vrienden naar huis. En dan slaap je ook beter. Ja, en kun je de volgende dag nog wat doen. Zeker. Ik heb ze ook gewoon laten weten van
We regelen dat zo met geld. Stel voor, ik rij elke dag naar Arnhem, dan kost het natuurlijk ook benzine. Wat dus hoe kom je in een auto dan? Van vrienden of van je ouders? Die heb ik zelf gekocht. Heb je een eigen auto? Ja, zeker. Wat voor merk? Peugeot. Dat is goed, Peugeot. Ja. Ik ben een Peugeot-vriend. Voel je fijn in, hè? Ja, ik ben een Peugeot-vriend. Ja? Maar wat voor heb je? Een 206. Oh, leuk. Ja. 2005. Gaaf, man. Lekker elektrisch. Is goed genoeg? Doet het goed? Ja, zeker. Ik heb toevallig vandaag bij de garage staan voor de APK. Ja, maar het kost natuurlijk wel wat centjes, hè? Mm. Maar goed, daar werk je ook voor. Ja, daarom. Maar veel jongeren hebben geen auto, terwijl ze wel een rijbewijs hebben. Maar dan denk ik van ja, ligt maar dan raak je ook je vaardigheden kwijt. Zeker. Ja, daarom rij ik elke dag. Ik rij elke dag, dus dan... Het gaat je goed. Zeker. Zometeen naar huis. Ja, en misschien nog even naar de stad. Ja. Bedankt, Ival. Komt goed. Dank je wel. Goed met jou. Dus ik jij ook. Ja, tot ziens. Ai, ai. Dag. Goedemiddag. Goedemiddag. Met z'n tweeën. Ja, u begon met de cameraman te praten. Ja. Wat zei u nou net eigenlijk? Nou, eerst vraag ik waar u zo naartoe gaat. Dat eerst. Wij gaan zo naar huis, naar Renkum. We zijn naar de markt geweest. En, u wordt opgehaald? Nee, we... Ja, door busje. Avan komt ons zo ophalen. Oké, okay. Ja, ja. U moet natuurlijk met de busje... Anders gaat het niet. Maar u was een beetje... Nou, niet aan mopperen, nou, maar u was... Nee, ik was niet aan mopperen. Maar u zei... Maar had het erover dat er gisteren zo 7 mensen gearresteerd zijn. En dat er schijnbaar, hoorde ik in het Oog op Morgen gisteravond, nog meer hier is te rondlopen hier. In Arnhem zelf? In Arnhem zelf, ja. Maar ik denk dat hier de justitie, de politie en alles, dat die dat best wel goed in de gaten houdt, toch? Ja. Nou, fijn. Ja, want de NOS staat daar. Maar u had gehoord dat er nog meer zijn? Ja. Dat hebben ze gezegd, in het Oog op Morgen en vanmorgen. Oh zo? Vanmorgen ook, de radio ook. Oké. Okay. Ja. En specifiek Arnhem? Of? Nou, ja, specifiek Arnhem. Er zullen nog wel meer steden zijn, maar... Maar ik heb wel het gevoel dat ze er heel veel aan doen. Ja, dat is wel fijn dan, toch? Ja. We moeten ons wel veilig voelen. We voelen zich minder veilig? Nee, wij gaan toch gewoon. Ja. Want er kan je overal gebeuren. Er lopen overal van die mensen rond. Ja, liever niet. Nee, liever niet. Maar ja, ze zijn er toch. Ja. En maar grote evenementen zou ik nou niet naartoe gaan. Nee, zou ik niet gaan doen. Gaat u wel eens naar grote evenementen dan? Nou, heel weinig. Ja, bijvoorbeeld een kermis op Breda of zo? Nee, zoiets. Nee, nee. Of in Weert was het. Nee, de kermis in Weert is het. Oh ja. Ja, daar zou u nou wat voorzichtiger mee zijn. Nou, ik hou niet van kermis, dus... Nee, maar grote evenementen zou u voor mij... Ja, inderdaad. Ja, ja. 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 Ja, ik weet niet of je zelf kinderen heeft. Nee. Maar ja, ik denk dan aan mijn eigen kinderen ook. Ik denk van ik hoop niet dat ze ook jongelui. Precies, maar dat kan je overal treffen. Als we allemaal in angst gaan leven, dan wordt het ook niks. Dat is ook niet goed. Nee. Daarom dus. Nou, we zien het wel. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft. Ik hoop voor jullie en dat ook. De busjes ook komen, want het gaat een beetje regenen. Ja, die komt zo. Oké. Okay. Wat zegt u? Ik denk dat de bus daar staat. Oh, dat ze daar staan. Weer daar. Nou. Oké, okay, nou, dames, voor wie zijn de bloemetjes? Voor onszelf. Heel, verwen u zelf maar. Ja, zo is Deel het. Dat samen. Nou, heel veel plezier en fijn weekend, hè? Jullie ook. Tot ziens. Dag. Ik ga naar Angeren. Angeren sur-Rhin, aan de Rijn. Ja, dat is chic. Maar u zei net van, ik ken het wel, het programma, of ik kijk wel eens wel. Nou, ik kijk nooit zo vaak Nederlandse televisie. Ik ben vaak in Duitsland geweest, dus ik kijk vaak Duitse tv vanwege mijn satelliet. Maar recent heb ik gekeken naar de regionale zend, onder andere RTV. En dat beviel me heel erg goed. Dat is leuk om te horen. Bent u in Arnhem? Nee, ik kom uit Breda. Origineel. Daar is niks mis mee. Nee. Ook carnaval gevierd. Vroeger wel. Wij hebben een reunie gehad van ons jaar 1972 van de Koninklijke Militaire Academie. Hey. Beroeps. Beroeps. Strakke beroeps. Ja, buiten. Artillerie? Nee. Die hebben alleen maar... dan moet ik op pas wat te precies. Want ik heb... Ja, die hebben geen vrienden. Alleen maar lonende doelen. Ja, maar ik was 86-3. Was ik dienstplichtig. Tankchauffeur. Bij de artillerie? M109. M109. M110. Soms de RPM. Ja. Of de meegereden Leopard. Ja. Maar jullie waren echt beroeps. Ja, wij zijn beroeps. Eén van de infanterie, van de genie en ik van de cavalerie. En jullie hadden een reunie? We hadden een reunie. Promotiejaar 72. Hoeveel mensen waren er? Nou, wat? 62. Ja, 62. En pakken ze dan wel een beetje uit met een beetje hapje en een drankje? Of, Blauwe hap, hè? Blauwe hap. Ja. Dat zeg maar even niks. Dat betalen hoor. Ja. Maar wat betekent blauwe hap? Indisch. Oh, blauw hap, hè? Ja, ik ben er weer. Ja.
Ja. Als je maar dat is goed daar. De marine, dan ja, maar... zie je elke woensdag een blauwe hap. Ja, maar dat is goed daar bij. Nationaal, okay. Ja, ja. Het is best een grappig restaurant ook. Ja. En daar kunnen ze goed koken daar nog. Ouderwetse manier ook. Ja, dat is de blauwe hap natuurlijk. Ja. Mevrouw wil die zitten nog wel? Ah, ik kan wel staan. Kijk, nou, dit nee, is toch. Nee, en dan ga ik ook gelijk staan. Mijn, nou. Niet mijn stijl. Bent u alleen mevrouw? Ja, mevrouw. Dat is toch mooi. Dank u wel hoor. Gaat u zitten. Ze hebben dat geleerd door de KMA. Ik wist niet dat ik eruit zag als 100 hoor. Nee. Dat vind ik ook niet naar. 100? Anders doen ze. Ja, wat is dat nou? RTVR. Ja. Waar gaat u naartoe? Ja, moet ik even overdenken. Ik zoek even iets leuks uit. Nee, ik ga naar een bejaardenhuis in Oosterbeek. Dat is leuk. Gaat u iemand bezoeken? Nee, daar woon ik. Doodelijk. Ja, dat had ik... Dat had ik nog niet kunnen bedenken. Dat... Nee, ja, ik geloof het wel hoor. Nee, dag. Bevalt het in Oosterbeek wonen? Zegt u? Bevalt het in Oosterbeek wonen? Ja, het is een seniorencomplex. Ze lopen allemaal krom daar. Het is niet opwekkend. Hebben ze ook allemaal humor? Nee. Nee, oh god. Maar u wel? Ik stomp helemaal af daar. Ja, dat is wel jammer. Nee, maar het is toch goed. Fijn, ik heb een mooi appartement en het eten is goed. Nou ja. Je gaat er niet dood aan. Ik wens u een mooie avond nog. Kom je eigenlijk mooi allemaal klachten inspreken. Wat voor klachten heeft u? Nou, over dat... Over dat. Ja, dat mag wel, maar, nee, maar gaan we niet. Niet alleen klagen. Gaan we niet. Ik wens u een mooie avond nog. U ook hoor, veel succes. En veel gezondheid. Dank u wel. Okay. We zijn er. Bedankt hè, tot ziens. Ja. Everybody got their reason, everybody got their way. We can tell each other secrets and remember how to love.